En maandag, ja, dan moet ik op een crematie van een aangetrouwde neef. Ja, mag ik een foto van u maken? Uiteraard, ja. Ik wil hem. Iedereen mag een foto maken. Ja, lieve vrienden, ik zie jullie wel even neer, anders krijg ik zo'n lamme arm. Zo, doen we gewoon zo. Ik probeerde het net al, maar ja, ik deed toch iets fouts. Dus ja, dat moet ik nog allemaal leren ook. Maar het doet er niet toe. Dus ik wens jullie als eerste welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een zaterdag. Dames, klaar nu? Hé, klaar! Ik zei al, het is vandaag weer zaterdag, het is de 6e van de 8e 2022 en we leven inmiddels om 1:05. Ik ben wat laat uit mijn bed, ik had eerder gewild, maar dat heeft zo zijn redenen, want ik heb weer koppijn, oftewel hoofdpijn. Maar we gaan toch door, ja, want er is weer wat te doen op de Oude Rijkswerf. Gisteren waren we er ook al, met die Truckersvoet Festival. Is er vandaag nog, maar nou met zomercarnaval erbij. Dus daar gaan we heen. En morgen hebben we dat ook nog, maar dan is er weer wat anders erbij. Dus ja, we zien het wel. We zullen het beleven. En maandag, ja, dan moet ik op crematie van een aangetrouwde neef. Ik zou eerst niet, maar ik denk ja, ik laat het toch aan jullie zien hoe het wel moet. Jullie kregen een kaart in jullie briefbus. Ik heb niks gekregen van jullie. Want, nee, via Karin, via internet gebeuren heb ik het gekregen, via WhatsApp. Zo ga je niet met je eigen familie om. Nee. Als je echt van je familie houdt, zorg je dat er een kaart in de brievenbus komt. Simpel. Heb ik ook gedaan destijds, dat mijn man kwam te overlijden. Ja, en al wie er geweest is, nobody van de family, no. En dat doet me zeer, dat raakt mij. Maar nou laat ik jullie wel zien hoe het wel moet. Ja, en nou, jullie krijgen het ook wat horen na die tijd. Ik ga geen stampijn maken op de crematie zelf, nee. Ik kom wel een paar weken na die tijd. Dan ga ik gewoon naar mijn nicht toe, naar de raderes en dan komt het. Wat praat ik dat met haar van? Ja. Hè? Dat Karin kwam, was je boos omdat ik er niet bij was? Nee, moet ik dan boos worden op jullie, dat jullie er allemaal niet waren met mijn man? Ja, toch? Maar ja, ik zie vreemde dingen ook bewegen op mijn schermpie. Want ik zie een klein vierkantje en dat zit precies in... even denken hoor. In dat glas, bij mij. Nee, het is zeker een gek gezicht. Ik moet daar wennen. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan er gewoon vandoor. En dan maar doe ik mijn scherm van mijn computer ook raar. Ging uit en weer aan. Vreemd apparatuur heb ik hier. Maar ja, oké. Ze neemt mijn eigen leven, denk ik. Ik weet niet wat er aan de hand is. Net zoals die Google Hub Home geval. Dat van de week boven zijn eigen leven. Mijn fotolijstje was weg. Ja, de kunst, cultuur. Nou, daar hou ik niet van. Ik wil mijn eigen foto's hebben. Maar in ieder geval, het is er nou weer. Boven tenminste ook weer. Dat is boven weg. Ik denk, ja, wat moet ik daarmee? Een uur geleden zag ik mijn eigen foto's nog. En nou ineens dat kunst, cultuur gebeuren. Oh, ik wil mijn eigen foto's. Vraag je erom? Ja, dan kon ze het er allemaal niet doen. Ja, je bent gek of zo. Nee, dat mag ik niet tegen haar zeggen. He, van, hey, en dan hoort je Google en dan zeggen van, je bent gek. Dat mag niet. Nee, vindt ze niet leuk. Maar ja, er is zoveel wat je niet meer mag zeggen, hè. Nee, hè. Van, ik zal je ophangen aan de hoogste boom, ja, mag niet. Of je hebt een schop onder je kont nodig, mag ook niet. Dat is aanzetten tot geweld. Ja,
achterlijk gedoe. Vind ik van niet, maar ja, wie ben ik? Het zijn gewoon uitroepen, ja, dat je er gewoon ja, gezegd, dus weet ik veel hoe je dat noemt. Maar in ieder geval, dat mag niet meer en sowieso niet op YouTube. Maar het maakt niet uit. Wij gaan er nu lekker vandoor en we zien wel hoe het belandt. Ja, toch? Ik zou zeggen, gewoon genieten van je dag. Gaan wij ook doen. Het is dan weer bewolkt, dan weer blauwe lucht en dan weer zon en van alles wat. Maar ja, die bewolking is ook gek, want er klopt geen reet meer van. Want mijn haartje, mijn konijntje, alles is weg. Die zie ik niet meer terug. Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze. En geniet ook met ons mee, want het wordt vanmiddag gewoon weer gezellig. Ja, ondanks dat ik hoofdpijn heb, gaan we gezellig doen. Wat we daarna gaan doen, weet ik niet. Hé, dames? Nou, ik draai jullie eventjes om, want er wil er eentje er ook op. Ja, en dan gaan we gewoon eventjes doen. Hé? Ja nou? Elwin, ben jij zo lief dan? Ja? Ja, dan moet je hijgen, hè, omdat je moe bent alweer van het spelen. En die legt al lang uit, hè? Ja. Die legt al heel lang uit. Hé? Jo. Gekke meisjes. Hé? Gekke meisjes. Ja, dat dacht ik wel. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. En nogmaals, ook met wat wij doen. En ja, het blijft gewoon leuk. Nou, we zijn dus weer op de Oude Rijkswerf aanbeland. En ja, zoals jullie weten is er vandaag weer van alles en nog wat te doen. Dus we gaan eventjes daar kijken. Daar gaan we met die banaan. Maakt niet uit. Ik ben aan het filmen. Oké. Okay. Komt op YouTube. Oh nee toch? Ja. Ik ben een YouTube-filmer. Ja. Want dat is die doorreed, dus ik. Nou ik ja. Ik tegen hem aan. Ik wil even vragen of die carnavalsoptocht al is geweest. Nou, die komt al door, denk ik. Oké. Okay. Mag ik wat vragen? Ja hoor. Er zou ook zomaar carnaval wezen. Is dat al geweest of komt dat nog? Komt om 3:00. Ah, oké. Okay. Dan ben ik nog een beetje te vroeg. Maakt niet uit, maar het is nee, hartstikke leuk. Nee, maar ik wil nog eventjes, ik moet nog even naar de stad. Je moet wel een wandje om. Mag. Heb die al? Ja, geef die alvast. Alsjeblieft. Ik ben ook een vlogster. Ja. Een wandje van jou? Ja, tuurlijk. Tuurlijk mag dat. Ik niet wachten. Hallo. Hoi. Suus, wil je bandje hier ook? Komt wel op YouTube, hè? Is gewoon ja, we samen te vijven, dus komt wel goed. Dus. Ja. Nou, dan zien ik jullie straks wel. Het bandje is voor dat je in en uit dat kan. Dat je drank kan halen. Oh nee. Dus voor jong en oud, hè? Oh, ja, okay. Ja, maar het bandje moet. Ja, anders kan je er niet in. Anders kan je er niet in. Maar ik moet even weer achteruit, want ik moet de stad nog in. Oh. Maar dat maakt niet uit, het bandje heb je alvast. Ja, maar ik moet even iets wat niet leuk is doen. Help je met een bandje om. Ik moet even een boeketje voor maandag bestellen. Voor een crematie. Dus ik moet achteruit. Ik wil gewoon doorlopen, maar... Eerst vragen, dan rij je alsjeblieft. Nou, dat zei ik al een paar keer. Ik zei het al een paar keer.
Dank u! Je staat er gekleurd op! Jeetje, dat is een doos, daar kan ik niks aan doen, hè? Of wel dan? Ja hoor! Nou, dan gaan we nog even lekker de stad in. En even wachten op die auto die loopt voor. Maar ja. Kijk, die heeft ook zo'n mooi shirtje aan, hè? Ja, mooi, hè? Ja, echt wel. Pas gewassen. Nou, ik kom straks weer terug, want ik moet even de stad in. Ik heb hier staan en dan doe ik jullie weer even uit. Hoi. Het is drukker dan gisteren. Ja, echt waar. Even kijken, daar staat de auto. Ja, ik ga die kant op wachten. Ja? Oh. Vaststaten. Ja. Ja! Nou. We hadden gisteren ook al rondgereden en om dat eigenlijk nu ook weer te moeten doen. Nou ja.
We doen het gewoon even. Gewoon over jullie heen, hè? Hallo! Ik heb met een collega van jullie gesproken. Oh, en toen? Ik was met mijn meisje aan het lopen. Ja. Op vier poten. Ja. Bent u nu aan het filmen? Ja. U bent ons nu aan het filmen? Ik ben een vlogster. Ook dat. U vlogt, oké. Dat nog. En wat gaat u over ons vloggen? Nou, ik had al een paar keer gesolliciteerd, al voor het grote gebeuren van, meneer Rutte, laat me zeggen. Dat die ellende allemaal kwam. Had ik al een paar keer geprobeerd te solliciteren, maar toen kwam dat er dus allemaal tussen. Hè, en dan zet het allemaal weer op een laag pitje. Om als vrijwilligster met mijn honden samen bij mensen te kunnen komen die altijd maar en eeuwig alleen zijn. Nou, want nou kwam ik die collega van jullie tegen met een vrouwtje in een rolstoel, die heeft mijn hondjes even geaaid. Okay. En dat vond ze zo wauws, leuk. Nou, mensen die dus geen bezoek krijgen, dat ze hun moeder, tante, oma, weet ik veel wat het dan mag wezen, links laten leggen. Helemaal geen aandacht meer besteden aan zij is er voor ons vroeger ook niet geweest, dus wij zijn er wel. Ja. Hè? Jullie doen goed werk, maar ik wil me daar ook voor inzetten, voor die mensen die juist geen bezoek krijgen. Nou, fantastisch. Ja. Fantastisch. Maar u zegt, ik had al een paar keer gesolliciteerd. En ja, ik heb ook al een paar jaar terug telefoontjes gepleegd, et cetera. Ook met de omring. Maar ja, toen kwam dit gebeuren er allemaal tussen. Ik en wat corona voor gebeuren? Al corona bedoelt u? Ja, de griep. Okay. Ik noem het de griep. Punt. Ja, okay. Ik draag ook geen, dat weet mijn volgers ook, geen snotdoekje. Want ik heb zelf COPD. Dan krijg ik het nog benauwder. Ik raak in paniek. Dus die dingen draag ik absoluut niet. Ik ben ook niet gevaccineerd. Niks. Nee, oké. Ik ben een wappie. Ja. En daar ben ik blij mee. Ja, nou ja, dat is goed. Dat is goed. Daarom. Ja.
Ja. Leuk. Maar u vlogt ook. Heb u ook een YouTube-kanaal? Ja, ook dat heb ik. Oh. Het komt niet gelijk nu online. Maar met 14 dagen of zoiets. Ik plan in. Er staan nu nog, geloof ik, 2 filmpjes op mijn computer die ik nog moet renderen. Editen. Ja. En dan komt het iedere dag komt er een filmpje online Op mijn YouTube kanaal Corine met IE en de beestenboer. Okay. Ja, 2 honden en een kat. Ja, nou, zal ik u een flyer meegeven? Ja. Er zit ook een aanmeldformulier in. Toppie. Ja. Daar ben je. Kijk even voor de film, dat mensen vrijwillig kunnen worden bij Omring. Dus meld je vooral aan. Samen met mijn collega. Ja. Hele leuke collega. Heel graag. Dus, en eventjes ook liken. Heel veel en af en toe zijn reactie. Even de bril af. Even de bril af. Ja, dan zien we wat. Dus meld je vooral ik aan. Ik wil even daarop inzoomen. Ja, zoom het u even hierop in. Want ik zie zelf bijna niks door het licht ook. Ja. Dat is vervelend. En met mijn zonnebril op, dus zie ik helemaal niks. Nee, dat is nog vervelender. Heeft u wel wat? Ja, ik heb hem hartstikke bedankt. Gaat u maar even reclame voor ons maken, goed? Zijn kanjer. Nou, goed zo. Zal ik u eens... En je ziet hoe laat we leven. Het is al 3:15. Dat kan nog wel gebeuren, wat ik nog wacht op dit. Ik stop er even mee. Nou, waar we hier voor zijn, dat is de Bresband. Dat is de carnavalsband, of weet ik. Dat gaat nou gebeuren, dus ja. We zijn hier aan, toch, werd er gezegd. Dus ik ben benieuwd. Ik blijf nog even zitten, want ik kan hier lekker door een kier heen kijken. Zoals daar. Dus ja. Mag je dan naar binnen? Waar komen ze binnen? Security. Ik ben al mee van mij. Dat is wel mee van de cultuur. Ja, dat is denk ik een beetje een vriendin. Ja, dat is gaan we met gek op. Waar komen ze binnen? Hier. Ah, top. Dus ik vind het. We komen hier binnen. Helemaal geweldig.
Maar toch een volk daar. Nou, ik denk dat jullie dat nog zien. Ik weet niet of we er doorheen kijken, maar... Ik denk het wel dat jullie er doorheen kunnen kijken. En allemaal vliegtuigstrepen in de lucht. Maar het is mooi weer. Dus dat hebben we weer in de pocket. Dus stel je voor dat je met zo'n evenement regen en wat dan ook. Dat is niet leuk meer, hè? Ha 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 ha!
zal om 3 uur beginnen. Maar het loopt dan weer 2:00. Gaat goed? Even uit, want het doet mij zo lang. En er stromen nog steeds mensen naar binnen. Dus doe maar even weer. En ik hoor wat aankomen van die kant daar. Dus ja, daarom doe ik jullie maar weer aan. En we horen de andere muziek hier ook nog galmen, maar dat doet er niet toe. Nou, ja, ik hoor de muziek al. En mijn camera is helaas vol, dus we stappen over op mijn mobiel. Dus ja, helemaal goed. Ja hoor. En als dat geweest is, ja, dan kan ik gewoon weer ook naar huis. Althans, dan moet ik nog even weer naar de Vomar. Dat komt allemaal goed. Maar nou, mijn mobiel is vol. Nou moet ik met mijn mobiel, want mijn camera is vol. Oh.
er toch niet bij komen. Dat is jammer, hè? Daar wordt geen rekening mee gehouden. Ben je gezond van lijf enzovoort, dan kan je erbij komen, maar nou niet. Ik ben een vlogster, maar ik kan er niet bij komen. Je kunt het daar langs. Dank je. Ja. Oh, dat gaat het hem niet worden. Dat is zomaar gemeen. Nog meer. Meen je er wat meer te horen? Ja. Hoor nog meer.
Ja, lieve vrienden, het is alweer hoogste tijd. Het is bijna 3 uur in de nacht, van zaterdag op zondag. En ja, ik ga dus naar bedje toe. Lekker slapen. Ik wens iedereen natuurlijk een genoeglijke nachtrust. Met heerlijke, zalige dromen. En dat is ooit, wie weet, ooit eens mogen uitkomen. Graag wens ik jullie dat allemaal toe. En ik zou zeggen, dat aan de andere kant van de nacht, lieve mensen. Ik hou van jullie allemaal, dat weten jullie. Dus lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen. Maar ook zeker weer met wat wij doen. Op een nieuwe, in een nieuwe, ja hoe zeg je dat? In, op, nou ja. Laat maar gewoon morgen. Ja, ik zou zeggen, tot dan.